Heb ik al gekregen. Zo. Oh, mooi. Achi. Oh, oh. Bijna. Drop ben ik ook allergisch voor. Goedendag mensen, welkom bij weer een nieuwe weekvlog. Ik moet toegeven, het is geen weekvlog meer geworden. Na de eerste weekvlog was ik eigenlijk vooral bezig met editen. En daarna heb ik eigenlijk alleen maar gewerkt 4 dagen. Dus ik heb niet echt veel gevlogd. Ik heb wel maandag iets gedaan. Maar dat kan ik nog niet zeggen. Dat ga ik pas volgende weekvlog zeggen. Maar vandaag ga ik met Bente naar de Friese Hengstekeuring. Zij heeft me gevraagd om ze maar mee te gaan met haar familie. Dus echt super lief. Dus dat gaan we vandaag doen. Ik ben nu in Apeldoorn, want de Friese Hengstekeuring is in Friesland. Dat wist ik eerst ook niet, maar dat is ergens wel logisch. Maar ik ben nu in Apeldoorn bij een carpoolplek. Ik heb met haar hier afgesproken, ze is wel iets later. Dan ga ik met haar mee en dan gaan we samen naar de Friese Hengstekeuring. Ik ben nog nooit geweest naar een Friese Hengstekeuring en of sowieso naar een Hengstekeuring. En ook sowieso nog nooit naar Friesland. Dus dat is allemaal nieuw voor mij, dat is allemaal de eerste keer voor mij, dus dat is wel echt leuk. Ik heb wel één hele dikke puist, dus als je aan het eten bent, sorry daarvoor. Ja, het is nou eenmaal zo. Ik ga even een wc zoeken, want ik moet echt weer zo nodig plassen. En daarna ga ik op haar wachten. Dus ja, ik zie jullie zo. Tot zo. Wat doe jij? Ja, je moet het leuk doen. Oh, hey. Nee, alweer. Oké, 3, 2, 1. Woo! There we are, there we are. Met Bente, met Monja, Toon en Hilde. Hey! Oké, we zijn er nu. We gaan nu naar binnen. We hebben een hele grote Fries hier al. Dus dat belooft wat. En nu gaan we naar binnen. Hoi! Kijk mensen. Kijk, de Friesen die niet door de Hengstekeuring gaan, daar worden worstjes van gemaakt. Nee, grapje. Oké, mensen, dit is de vader van Bing, toch? Lijkt het op mij? Ik hoop. Ja. Beard, hier staat hij ook. Oh, echt mooi. Oh, waar? Deze van de zijkant. Oh, vet. We zijn nu aan het kijken bij de... Even een douche kopen vooral. Ja. Kopje. Maar kijk. Je kan hier meekijken hoe het er live aan toe gaat in een zaal hierachter. Dat is echt wel chill. Kijk hoe mooi dat ook. Wauw. Supermooi. Ik wil weer even grappig te doen. Ja, even opnieuw. Dus we gaan even naar een droger aan het kijken. En een wasmachine. Altijd handig. Oké, we gaan... Oeh! Hey, kom aan hoor. Oh, ze gooien met blikjes van boven. Ze mogen gewoon man niet. Nee. Daar die was naar Hilde toe. Oh, dat kan me niet doen. Ja. Oké, we gaan nu naar de plekjes toe. En wij hebben VIP plekjes. Echt chill. Oh, ik ga gewoon door. Ja, ik ga gewoon door. Zet kogelboeven te schuiven. Oh, echt? Nee. Oh. Ik kan toen niet gasten. Oh. Dat is heel erg druk. Dat is echt heel erg druk. Oh, zijn daar onze tafels? Of niet? Ja. Oh, leuk. Ja. Dat is wel een goed doen. Ja. Oké, daar gaan we zitten. Doen we niet aan. Dat denk ik ook. Het is de eerste keer voor mij. Yes. Alsjeblieft. Thank you. Alsjeblieft. Oké, ik heb een bandje en nu worden we naar onze plekje toegewezen. Hier heb je echt een ziek uitzicht. Ja, hè? Kijk hoe dichtbij dit is. Mensen, we zijn bij ons tafeltje. Oh ja. Oké, mensen, we hebben nu pauze. Pauze. We gaan nu eten. Woe. Oeh. Oh, maar dat is wel lekker toch? Oké, mensen, we lopen nu door de catering. We gaan nu even winkelen. Aan de kant, kijk uit. Zo. Daar. Oh. Oh, mooi. Okay, mensen, we zijn backstage. We hebben onze bandjes, dus we mogen backstage blijkbaar. Ik wist dat niet. Oh, dit is de ene die heeft gewonnen, toch? Ja. Heel erg vet, ja. Echt heel erg mooi behangen ook gewoon, wauw. Wil je ook een foto erop? Achi. Achi, zeg ik wat doen. Ik ben nu bij een car en kijk hoe mooi die is.
Hij is echt mooi bruin. En je hebt een gas en een rem heb je hier ook. Ja, dan kan je extra snel of zo gaan. Ja. Oké, okay, Bente mag dobbelen. En als ze 6 gooit, dan vindt ze een zak met voer. Hey! Oh, oh! Bijna. Hij viel bijna. Nou mag jij nog een keer, hè? 3, 2, 1. Bij de rib. Dit is ook een basisbrok. Weet, sowieso, er zit een gewicht in, hè? Er zit een gewicht in. Oké, nu gaat het heel de. Let's go. Oké, okay, let's go, let's go. 1, 3, hè? Slee! Waarom doen we allemaal 2? En nu gaat Monja. Oh nee, je filmt niet! Oh! Ja, ja, ja. Yeah! Woe! Ze krijgt een zakje voer! Yay, yummy! Wat doe jij? Show is afgelopen. Show must go on! Ja. Alleen, wij wachten nog even, want als we nu gaan vertrekken, ja, dan is het super druk natuurlijk. Oh nee, dat is erg. Heel erg. Nu gaat ze koffie. Oh. Ik lust geen normale koffie, dus moet heel veel melk in. Heel veel is dat, ja. Dat is ook heel veel, ja. Bente mag geen pinda. En ze mag ook geen suiker. Ze mag ook... ja, ik mag ook geen gluten en geen... Drop ben ik ook allergisch voor. Nee, grapje. Ze mag wel... Nee, ze mag geen pinda. Ja. Maar je mag haar wel chocola geven als er maar geen pinda in zit. Maar wel ja, amandelen. Maar je mag me ook Haribo drop geven, want I love Haribo drop. Bedankt voor de meet and greet. Iedereen weet namelijk dat mensen geen pinda's mag. Ja, echt klopt. Ja, precies. Ja, echt afschuwelijk als ze allemaal jouw vlog kijken. Ja, heel erg. Stop met kijken als je dit ziet. Oké, okay, nee, wacht, je moet checken om te kijken. Zetten jullie nu een blauw hartje in de reacties? Oh ja. Blauw, mijn haar zijn blauw. Oh ja. Nails by Tara, Nails by Tara. Moest ik even zeggen. Oh ja. Oké, okay, ze gaan een lachchallenge doen, maar zij lacht al. Ja. Ja, blij dan. 3, 2, 1. Ik heb een beetje ja, zo kan je niet zijn. Staarwedstrijd, 3, 2, 1. Het is zo eng op beeld. Oh, dat is een goede voor in de eerste shot. Dat je denkt, ja. Oké, voice take over bij Bente en Hilde. We zijn klaar. En ja, we willen ook graag naar huis, maar ja, dat duurt nog 2,5 uur. Ja, en daar komt Mamsie aan. Ik moest even paspauze doen. Hoort erbij. Even op Roma wachten. Wachten, want ja, dat duurt weer lang. Mannen hebben wat langer werk, hè. Zo zeker. Nee hoor, Roma, je bent een schatje. Nou, doedoedoe. Oké, mensen, dat was het voor deze dag. We gaan nu naar huis. Nou ja, voor deze dag, we moeten nog een rij van 2,5 uur. Oh ja, dat was wel heel erg leuk. Voor de eerste keer nee, ja, ja. Vond ik wel echt heel erg leuk. Het is wel, ik moet zeggen, ik vond het zelf heel anders dan dat ik gewend ben. Ja, het ja? is anders dan bijvoorbeeld in Noord-Brabant. En Jumping Amsterdam en zo. En wat heb je nog meer? Oh, gewoon de KWPN Friese Hengstekeuring. Ja. KWPN Hengstekeuring, zo. I'm confusing. Ja, omdat daar zit veel meer verschil in dan ja. Ja. Deze zijn allemaal mooi eigenlijk. Bente moet nog even haar vlog afsluiten bij het Friese paard. Oh. Mensen, we hebben een tussenop gemaakt bij de McDonald's. Yummy. Woo. Maar het zit al in ons maagje en het is nu aan het verteren. Ja. Moet je plassen dan? Moet je plassen? Oh. En nu gaan we weer door naar huis. Oh god, oké, okay, dus ik ben dus al in mijn eigen auto, as you can see. Maar echt heel stom, want mijn telefoon viel uit, terwijl ik hem gewoon in de oplader heb. Dus ja, ik moest even, zeg maar, gewoon de bordjes volgen. Maar toen had ik ook nog geen benzine meer. Even kijken of ik dat kan zien.
Nu zie je het niet meer. Ik was zo bang. Ik dacht, oh mijn, ik moet een benzinestation vinden. Want anders, ja, dan sta ik daar gewoon naast de snelweg. Zonder telefoon, want die is ook leeg. Maar ik heb het gered. Ik ben gelukkig bij de benzinestation aangekomen, net. Ik ga nu even tanken en dan ga ik weer door. En kijken of mijn telefoon dan weer opgeladen is of zo. Heel raar is dat. Maar ja, ik leef nog gelukkig, dus ja. En het is de volgende dag. Het is zondag. Ja, zondag. Gisteren was echt super leuk. Ik heb echt heel erg genoten van de avond. En ja, eigenlijk van de hele dag. Het is ook echt heel erg chill dat we een VIP-tafel hadden. Want een VIP-tafel is volgens mij best wel heel erg moeilijk te verkrijgen. Volgens mij moet je daar iets van een paar jaar voor wachten of zoiets. Maar die was eigenlijk van een vriend van hun. En hij kon dus niet. Dus hij heeft de tafel gegeven aan Bent haar familie. En hun hebben dus mij gevraagd. Wat super lief is. Ja, ik vond het echt super gezellig ook. Met familie en met Hilde en met Bente. En de paarden waren super mooi allemaal. Echt heel erg mooi. Ik heb nog nooit zulke mooie paarden gezien in het echt. Maar volgens mij wordt het best wel een chaotische vlog. Want ja, wij gingen zeg maar door die kraampjes. Daarna gingen we zitten. Daarna gingen we kijken. Daarna gingen we ergens anders filmen. Daarna gingen we weer zitten. Gingen we weer ergens anders filmen. Toen gingen we weer naar de kraampjes, gingen we weer zitten. Dus volgens mij is het best wel een rommelige vlog. Maar ik ga mijn best doen om het te editen. Maar dat hebben we nu al gezien eigenlijk. Dus ik hoop dat je er nog een beetje naar kunt kijken en zo. Maar dan ga ik de weekvlog afsluiten, wat eigenlijk meer een dagvlog is. Maar heel erg bedankt voor het kijken. Als je hem leuk vond, like deze video en abonneer mijn kanaal als je niks wil missen. En dan zie ik jullie in de volgende video. Houdoe!